Goed zo, jongen. Juist. Jouw toekomstige echtgenoot zit een uitstekende huisman, Anna. Ja, ze heeft je goed afgericht, Piet. Ja, het gaat inderdaad de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet. Ik vind het wel leuk dat je zo je best doet, hoor, jongen. Maar voor de bruidschat moet je niet bij ons zijn, maar bij Anna's vader. Ja, had dat dan eerder gezegd, dan had ik alleen mezelf ingeschonken. Oh. Hier staat dat een veevervoerder in zorgwekkende toestand is opgenomen in het ziekenhuis... nadat hij zijn vinger had opengehaald bij het inladen van varkens met de varkenspest. Kan dat nou, Piet? Is mogelijk, ja. De bacterie die de varkenspest veroorzaakt, die kan gevaarlijk zijn voor mensen. Ja, dat is een agressief beestje, hoor, die bacterie. Hé, hey, Piet, je kijkt toch wel uit, hè? Want voordat je het weet heb je ook een of andere enge ziekte. Maak je geen zorgen, ik ben altijd heel voorzichtig. Ja, nee, maar toch ben ik nu zwanger. Oh, dat noem je ook een enge ziekte. Nee. Ja, zeg maar, heb ik mezelf vergeten. Oh, geef nu hoor, schat, ik doe het. Ja. Oh, trouwens, er staat hier dat mensen die besmet zijn met de bacterie van de varkenspest, dat die vooral vergeetachtig worden en verstrooid. Ja. Dat is een van de consequenties daarvan is dus als je thee inschenkt van die verstrooidheid, dat je jezelf vergeet. Ja, nou, dat is het. Hoe weet jij dat nou? Ik heb het verhaal ook gelezen. Ja, nee. En het is algemeen bekend, hoor. Algemeen bekend, hoor. Oh, de deurbel. Ik ga wel even. De deurbel? Oh, jij altijd met je merkwaardige grappen, zeg. Hallo. Hallo, hier is Harry. Hey, Harry, kom erin, jongen. Ga lekker zitten. Hoe is het ermee? Nou, goed. Ja, maar ik heb alleen even jullie hulp nodig, jongens. Oh, wat kunnen we voor je doen, meneer Sims? Nee, dan kom ik er even aan. Hè? Sorry, schat, maar ik moet weg. Er is iets mis met de varkens van de slagerhof. Oh, dat keuterboertje. Keuterboerinnetje, ja. Ze zegt dat er zeug zo ellendig uit de ogen kijkt. Oh joh, dan schrijf je toch gewoon wat antidepressiva voor. Ja, we bekijken het maar. Ja. Hey, ik ben weg. Ja, okay. Nou, zo. Vertel het eens. Wat kunnen we voor je betekenen, Hart? Ja, nou kijk, het gaat allemaal niet zo soepeltjes met de bonbonshop. Hè. De klandizie loopt een beetje terug en nou zegt Nicole dat het mijn schuld is. Eerlijk. Maar dat is niet zo. Nee, natuurlijk niet. Kijk, het is ook haar schuld. Ja. Zij gaat hartstikke veel naar de moeder in Antwerpen. Dan blijft ze minstens een week weg. Zeg, maar wat kunnen wij eraan doen, meneer? Ja, maar denk dat wij aardige klantjes zijn bij je? Ja, nee, daar leg het ook niet aan. Maar nee? Kijk, nee, ik ken een gozer, die werkt bij de Stadstv. Oh. En nou ga ik dus op die zender een reclameboodschap uitzenden, weet je wel? Zo te gek, joh. Ja. Ga je een echt reclamespotje maken? Ja, joh, en ik heb het zelf bedacht. Hey, wil je weten hoe het gaat? Ja, natuurlijk. Nou, nee, daar komt hij dan. Moet je luisteren. Er zijn dus twee mensen, die komen dus die bonbonshop binnen, hè, en die drinken een kopje koffie met een bonbonnetje erbij en een tweede kopje koffie gratis. Nee, of vind je die? Hey, goed, hè? Een gaaf idee, ja. Maar wat hebben wij er nou mee te maken? Nou kijk, ik ga dat spotje ga ik eigenlijk hoogstpersoonlijk presenteren eigenlijk. Oh, hè? Oh. Ja, nee, want kijk, ik kan heel innemend zijn hoor, eerlijk. Ja, u bent erg goed in innemen, inderdaad. Die meneer Buijs. Nou, ik kan het allemaal zo leuk zeggen. Hè? Nee, even zonder. Ik zou het zo leuk vinden als er in dat reclamespotje dus een paar mensen zouden zitten. Hè? Ja? Die dus een kopje koffie drinken met een bonbonnetje erbij. Nou ja, gewoon de hele kleren, zou je begrijpen. Ja, nee, leuk. Ik wil graag meedoen. Nou. Nee, ja, misschien word ik wel ontdekt. Ja, ik wil ook graag meedoen, maar joh, ik kan morgen niet. Nee, want dan heeft Millie op een bazaar om geld in te zamelen voor een nieuw ziekenhuis in Suriname. Dan zou ik er helpen. Ja, nee. Oh ja, Piet en ik zou wel ook komen helpen. Oh, maar het is toch niet erg als ik een uurtje later kom? Ja, echt wel. Nee. En nu, meneer Buijs? Nee. Nou, ik ben bang dat u niet aan mijn dagprijs kunt voldoen. Ik dacht dat u het... Ja, voor niks zou doen, hè? Ja. Nou, geef mij maar een kopje koffie en een paar bonbonnetjes, dan kom ik wel, hoor. Oké. Nou, jongens, hey, morgen om 11 uur. Ik reken op jullie. Ja. Wat kan het toch wonderlijk lopen in het leven, hè, Harry? Zo ben je de burgemeester van het schitterende plaatsje Veren. En zo ben je figurant in een koffiesportje. Ze kijkt er zo ongelukkig bij. Nou, ik kan niks vinden. En ze maakt een hele gezonde indruk. Vindt u? Maar toch knorden ze vroeger veel vrolijker, hoor. Ja, maar dat kan echt wel het idee zijn, hoor. Nee, er is echt niks aan de hand. Toen mijn man nog leefde, toen ging het allemaal veel beter. En ik heb nou zomaar het idee dat ze verdrietig is, omdat mijn man er niet meer is. Het zou kunnen, ja. Maar ja, op mij maakt ze een hele gezonde indruk. Vindt u? Nou ja, u kan het weten, hè, want u hebt ervoor doorgeleerd. Laatst, toen keek ze zo zielig uit haar ogen. Het leek net of ze in huil uit ging barsten.
En toen heb ik een liedje voor haar gezongen. Oh ja, een liedje? Ja. Ja, het leek net of het hielp. Nou, je zult wel denken dat ik van Lotje getikt ben, maar... Nou ja, die beesten, die hebben ook wel eens behoefte aan wat gezelligheid. En varkens zijn hele gevoelige beesten, weet u dat? Ja, ja, dat weet ik. Nou ja, dit is misschien de beste oplossing. U kent op een slot het beste. Mevrouw, tot ziens. En sterkte. Ja, dag dokter. Dank u wel, hoor. Zeg, Millie, waarvoor is die bazaar nou eigenlijk? Nou, ze hebben in het binnenland van Suriname hebben ze een ziekenhuis gebouwd. Nou ja, goed, het mag de naam nog niet hebben van een ziekenhuis. Want ze hebben niets, jongen. Chronisch gebrek aan medicijnen. Ah. Mm-hmm. En dan hebben ze dus aan mij gevraagd om hier in Nederland fondsen te werven. Heel goed. Nou, mooi doel, toch? Ja, ja, heel maar goed. Heb je wel genoeg spullen om morgen te verkopen op die bazaar? Kind, luister, we hebben nooit genoeg. Dus als je iets hebt, kom maar op. Ja, ik heb nog wel wat kleren, hoor, die ik toch niet meer draag. Is dat wat misschien? Tuurlijk, man. Ja, en ik heb nog een buizenradio helemaal gerestaureerd. Oh, ja, breek me de bek niet open. Ja. Hé, hey, maar wat heb jij om te geven, Harry? Buiten, goede raad. Open, jij hebt nog een hele wand oude boeken. Ja, zeg maar boeken, schij uit die ja, natuurlijk, geef je boeken, die heb je toch al gelezen? Boeken, ze is toch niet vergelijkbaar met zoiets vluchtigs als een buizenradio, zeg. Nee, kom nou. Nee. Dat is voor niet intellectueel natuurlijk erg moeilijk te begrijpen. Wat bedoel je daar misschien iemand persoonlijk mee, beste? Nee, helemaal niet. Maar boeken is cultureel erfgoed, dat doe je niet zomaar. Oh ja, en ik heb natuurlijk geen culturele diepgang, dus ik kan mijn spulletjes wel wegdoen. Willem, ja, daar heb je het nou op. Gezellig gekeuveld hier. Ja joh, de klassenstrijd is opgeluid, hoor. Hi Willy. Maar Harry, wat heb je dan wel om te geven? Open, je hebt allemaal prachtige schilderijen gemaakt. Die staan toch maar op zolder een beetje doelloos. Ja, prachtige schilderijen. Leuk. Ja, natuurlijk. Doe weg die rotzooi. Die staat toch maar in de weg. Dat was een geintje, hoor. Geintje. Ah. Nee, open, je kan best een paar schilderijen beschikbaar stellen. En dan help ik je wel uitzoeken. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ik haal er wel een paar van de zolder. Ja. Maar die niet verkocht worden, die wil ik terug. Tuurlijk. Maar ik moet er nog echt vandoor. Ik zie jullie. Verdorie. Hé, hey, Piet, hoe gaat het nou met de zeug? Oh, dat is dik in orde, hoor. Ze had alleen het gevoel dat hij zo ongelukkig was. Ach jee, en toen heb jij een paar mopjes verteld en toen ging het wel weer? Nou, je zit er niet eens ver naast. Zo. En ze heeft een liedje gezongen om een beetje op te fleuren. Oh. Oh nee, maar dat vind ik heel goed hoor. De psychiatrie die wint steeds meer terrein in de diergeneeskunde. Ach, schrijf het toch uit, zeg alsjeblieft, Anna, dierenpsychiatrie. Wij zijn ook eens naar zo'n vent toegeweest. Ja. Zeg je nog, Willem? Jo, die behandelde de beestjes niet, maar de baasjes. Ja, ja, ja. Nou, dit was eigenlijk ook zo'n geval. Een half jaar geleden is de man overleden. En nu woont ze helemaal in haar eentje, in een donker boerderijtje, heel somber. En ze heeft alleen maar die beesten nog. Ja, ja, en nou is ze natuurlijk verdrietig en dan projecteert ze haar verdriet op die zeug. Ja, ja, en dat kan je als dierenarts dan weer oplossen. Ja, nou, het zal wel een hele tijd duren voor ik mijn frustraties op een varken afreageer. Nee, maar daar hebben wij ook onze douche voor, hè, douche? Ach, kereltje, wat kijk je nou toch triest uit je oogjes? Oh, opa Willem, vertel eens. Wat zit je dwars? Zelf gemaakt? Nou, ik weet nog dat je ermee bezig was. Wat een gepriegel, zeg. Ja, je hebt echt iedereen stijf gevloekt. Wat? Heeft een hoop bloed, zweet en tranen gekost. Nou, bloed, zweet en tranen hebben we daar genoeg. We hebben gebrek aan geld en daarom is het zo leuk dat jij het goede heeft. Het goede doel, mi gudu. Ja. Gudu. Dag, deze man. Vijf, dacht ik. Ja, nou, wat zo fantastisch. Ook, echt heel erg mooi. Maar ik weet niet hoor, zou je dit zelfportret nou wel doen? Ja. Waarom? Het lijkt toch goed? Ja, daarom juist. Ik ben bang dat je de straatstenen niet kwijtraakt. Oh, dat moet ik niet zeggen. Oh, ha, ha. Misschien is er wel iemand die hem kent uit de tijd dat hij burgemeester was van ja, een mooie plaatje Veren. Ja, maar dan zou ik er een zakje met rotte eieren en tomaten bij doen. Dan heeft de jeugd er ook nog lol aan. Oh. Ik weet dat je mijn fijn bespaarde trekken niet op prijs stelt, maar niet iedereen heeft zo'n markante kop als jij. Hè? Hey, maar luister, wat zullen we ervoor vragen? Zo. Nou, kijk, ik ben erg bescheiden, hoor. Van Gogh kreeg zo'n 96 miljoen dollar hè, voor zijn zonnebloemen. Ik ben wel tevreden met de helft. Ja, zeg, we gaan ze niet weggeven. Nee, natuurlijk niet. Maar even serieus, wat kan ik vragen? Wat de gek ervoor geeft. Nee, ik wil liever weten wat de gek ervoor moet geven. Toch? Ah, ja, jij moet ze verkopen. Nou, kom, jullie zoeken het maar uit, zeg. Nou, nou is wat anders even, hè. Ja? Dit scheepje, hè, in de fles van Willem. Ja. Ja? Wat vragen jullie daar nou voor? 100 gulden. Ja. 100 gulden? Ja. 100 gulden, alsjeblieft, verkocht. Hé, hey, oh, leuk. Sorry. Zo leuk, hè? Ja. Ja. En als jij nou nog eens begint over rotte tomaten en rotte eieren. Ongeluk zit in een klein hoekje, zeg. Ja. We hebben een
shot op. Ja, ja. Blij dat jullie er zijn, jongens. Ga maar jullie jas. Hier zijn de topacteurs, lichten, rode loper. Hé, hoe gaat het nou? Oh, jongens, belazerd, eerlijk hoor. Oh, ja. Oh, hoezo? Nou ja, ik krijg die teringtekst mijn kop niet in, joh. Wie heeft die tekst dan gemaakt? Ja, ik zelf natuurlijk. Nou, laat eens horen, dan kunnen we misschien nog iets aan sleutelen. Ja, oké, daar gaat hij dan. Tering, wat een aanbieding. Waanzinnig. Nu in de gezellige... Nou, zie je wel, ik zeg het net. Dat gaat... Nu in de gezellige... Bonbonnetrie van Harry en Nicole. Een tweede bakje koffie gratis en voor niks. Zo. Was dat het? Nou, niet genoeg dan. Nou, het is pakkende tekst hoor, moet ik zeggen. Ja. Maar dat tering, dat zou ik even weglaten. Nou, daar ben ik helemaal niet mee eens. Waarom niet? Nee, dat knalt er gelijk in, weet je wat? Tering, hey, waar krijg je twee bakjes koffie voor de prijs van één? Ja, maar zo'n volkse uitdrukking aan het begin, dat stellen niet al te veel mensen op prijs, neem ik aan. En ik zou bakkie veranderen in kopje. Ja, bakkie, en voor niks, dat zou ik weglaten. Pleonasme, scheppen voor. Bakkie koffie, heppen, pleo wat? Gratis is al voor niks, Harry. Maar ik zou het vooral wat vrolijker zeggen. Ja, inderdaad, Har, zo lijkt het net alsof je hele slechte koffie schenkt. Ja, ja, dat is een goeie, ja. En even oefenen op bonbonnetrie, hè. Bonbonnetrie. En nou vrolijk. Vrolijk. Ja, nou, oké, daar gaat hij dan. Tering. Oh, nee, dat mag niet, sorry. Nee, niet waar. Wat een aanbieding. Waanzinnig. Nu... In de gezellige bonbonnetrie van Harry en Nicole. Het tweede kopje koffie gratis. Zo goed? Ja, nou is het weer een beetje te zoetsappig, hè? Je moet het wel menen. Ja, of in ieder geval doen alsof. Nee, maar ik meen dit. Oké. Zullen we het dan maar eens proberen als u nu aan dat tafeltje zou willen gaan zitten met een kopje koffie? Harry? Oh, ja, gezellig. Ja. Zeg, moet ik mij nog inleven in iemand? Is er iets in het verleden waar ik mee worstel? Nee hoor. Speelt u maar gewoon uzelf. Ja, mijzelf. Oh, ja. Speel maar gewoon de ex-burgemeester. Het mooie plaatje veren, dan komt alles goed. Oh ja, gelukt. Ja, leuk. Koffie. Ja. Ja. En dit is uit eigen... Nou, tering, ik krijg het er net niet uit. Alsjeblieft, ontspan ook toch een beetje, meneer Stevens. Zometeen spuit het er vanzelf uit. Okay. Zullen we dan maar eens als... Harry, als jij nou op je kruis zou willen gaan staan, daar. Ja, oké, hier zo. Goed. Leuk. Iedereen klaar? Ja. Geluid klaar? Ja. En actie. Wat een aanbieding. Wat zit er hier gezellig, hè, Anna? Een kopje koffie erbij. Een tweede kopje graag. Dus. Zou u geen geluid willen maken? Dat stoort. Oh, stoort het? Nou, dan moet ik misschien helemaal weggaan of zo. Nee. Begrijpt u het niet verkeerd? Maar kijk, de geluiden lopen dan door elkaar heen. En kunnen we niks meer verstaan. Oh, op die manier. Ja, ik moet gewoon stommetje zitten spelen. Graag. Goed. Gaan we weer. Iedereen klaar? Geluid klaar? Loopt. En actie. Waanzinnig. Wat een aanbieding. Nu in de gezellige... Oké. Doen we nog een keer. Ontspan, ja? Goed. Iedereen klaar? Ja. Actie. Wat een aanbieding. Waanzinnig. Nu in de gezellige... Iedere keer als die camera loopt, dan slaat ik op tilt. Ik weet het wel. Miss Evans. Luister nog even. Ik heb ook voor hete vuren gestaan. Dood zenuwachtig voor interviews. Noem maar op. Wat mij altijd buitengewoon hield, was het volgende. Diep ademhalen. Rug recht. Schouders naar beneden. En dan een luide lach. Met die lach lacht u de zenuwen de kosmos in. Probeer. Voor de camera. Ja. Oké. Daar gaan we weer. Ja. Iedereen klaar? Ja. Geluid klaar? Loopt. En actie. Wat een aanbieding. Nu in de gezellige bonbonneterie van Harry en Nicole. Het tweede kopje koffie gratis. Ja, heel goed. Maar we moeten nog een keer. Zou u niet uw duim op willen steken wanneer Harry bonbonneterie goed uitspreekt? Ach, ik vond het zo'n leuk gebaar. Hè? Jawel, maar het leidt af. Begrijpt u? Oh. Gewoon alleen maar koffie drinken en bonbons eten. Goed, gaan we weer. Okay. Iedereen klaar? Geluid klaar. Loopt. En actie.
Wat een aanbieding. Waanzinnig. Nu in de gezellige bonbonnetrie van Harry en Nicole. Het tweede kopje koffie gratis. Oké, staat erop. Bedankt. Zo, hey, het water staat in mijn schoenen. Weet je dat, eerlijk? Ik ben een kilo aangekomen van die bonbons. Kwam ik een beetje geloofwaardig over? Fantastisch. Ja, dat zeggen ze wel meer. Ik ben een tamelijk verdienstelijk amateurtoneelspeler geweest in mijn tijd. Ja, ook het is echt geweldig hoor, hoe jij die ex-burgemeester van het mooie plaatje Veren neerzet. Ja, vind je het? Ja. Ja. Nee, maar het wordt nou toch echt wel tijd om een lekker bakje koffie te drinken met een paar bonbonnetjes erbij, toch? Meneer Deel, we moeten weg. Buitengewoon. Oh ja, de jassen. Ah. Hey, ja, die doen we straks wel. Nog hartstikke bedankt, hè. Tot kijk. Zo zeg, hij. Die ging goed, hè, toch? Hè? Ja hoor. Jongen. Bonbonnetrie. Wat verschrikkelijk jammer, hè, dat we niet één schilderij van Harry verkocht hebben. Ja, ik durf het er niet te zeggen, hoor. Ja, joh, ben je gek? Zijn ego kan wel tegen een stootje, hoor. Ja, is natuurlijk wel zo dat op zo'n bazaar daar komen er niet zoveel mensen die echt veel verstand voor kunst hebben. Ben je gek, natuurlijk. Hé, joh, ze zijn er al. Wat moeten we nou doen? Jongens, gaan jullie vast naar binnen bereiden voor op de catastrofe en dan doe ik die schilderij even naar boven. Ja, behalve dat zelfportret. Dan moet je maar begrijpen dat niemand dat wilde hebben. Nee. Dat zet ik hier neer. Ja. Ga maar. Kom zo. Hey, hallo! Is het zo goed gegaan? Ik dacht dat jullie vanavond of vanmiddag pas klaar zouden zijn. Nee hoor, als je goede acteurs hebt, staat er zo op. Ja, zo. Na een kilo bonbons waren we klaar. En vertel eens, hoe is het met jullie gegaan? Oh, fantastisch, een feestje. Ja, hebben jullie goed verkocht? Ja, ging echt ontzettend goed. We zijn helemaal los. Nee, en de schilderijen van de opa, wat hebben die opgebracht? Oh ja, daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Ja, ongeveer, hoeveel was het? 400 gulden. Ja. Een stuk! Nee, samen. Alleen het zelfportret hebben we niet kunnen verkopen. Nee, dat begrijp ik best. Zeg Willem, hoor je dat? Ja. Al mijn schilderijen verkocht, 100 gulden per stuk. 100? Ja, maar die Pieter, het is een standwerkertje, hoor. Ja, hij heeft het voortreffelijk gedaan, hè? Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk, hoor. Ja, nou, ja, zo moeilijk was het niet. Het zijn per slot prachtige schilderijen. Ja, natuurlijk. Ja, dank voor het compliment. Prachtig, enig, zegt hij. Ben zo terug. Zeg, wat heb je nou gedaan, Piet? Heb je nou gezegd dat ze allemaal verkocht zijn, die schilderijen? Ja, behalve het zelfportret. Ja, leuk is dat. Dan kunnen we niet meer terug. Hé, hey, wat kletsen jullie nou? Hebben die schilderijen nou wel of niet verkocht? Nee. Ik heb ze allemaal gekocht. Ik vond het zo lullig voor opa Henri. En ik was toch van plan om het ziekenhuis van Millie te sponsoren, dus... Zo, dat noem ik nou eens een lief leugentje om best wil jij. Ja, maar dan betaal ik de helft mee, hoor. Want anders wordt het wel een erg duur lief leugentje om best wil. Hallo? Piet! Voor jou. Voor jullie. Omdat je mijn schilderijen zo vakkundig verkocht hebt. Nou, opa, wat leuk zeg. Ja. Dankjewel, een echte buis. Ja. En meteen een begin van een eigen collectie. Ja. Nou, eigenlijk is het tweemaal buis, hè. Hij heeft het gemaakt en hij staat erop. Ja, nou, daar zijn we hartstikke blij mee. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan, graag gedaan. Zeg maar, wat leuk, hè. Die mensen die het gekocht hebben, hè. Hebben die misschien namen achtergelaten of kaartjes? Nee. Henri, het was één man die ze alle vier gekocht heeft. Hè, Piet? Ja. Ja. Eén man, curieus, zegt hij, zou ik graag eens willen ontmoeten. Nou, opa, ik denk dat dat wel kan, hoor. Als we echt goed zoeken naar zijn adres, dan vinden we hem wel, hè, Piet? Hé, jeetje, joh, wat moeten we nou met al die schilderijen? Geen idee. Ja, we kunnen ze toch niet ons hele leven onder het bed verstoppen? Kunnen we niet zeggen dat we ze teruggekocht hebben? Ja, en dacht je dat opa Harry daarin trapt? Nee, hoor, één leugentje om eigen best wil is wel genoeg, dacht ik zo. Misschien kunnen we iemand er een plezier mee doen. Hé! Ik heb het! Wat? Die treurige boerin waar ik je wel vertelde, weet je nog? Nou, die had zo'n akelig, donker, somber boerderijtje met niks aan de wand. Misschien doe ik haar een uitzonderlijk plezier ermee. Ja, nou ja, die schilderijen zijn in ieder geval vrolijk. Ja, ze lacht zich waarschijnlijk helemaal rot. Nou, dat soort vrolijkheid bedoelde ik niet, hoor. Nee, hoor, dat weet ik wel, hoor. Nee, maar ik bedoel, je hoeft niet eens wat van de kunst af te weten. Dan zijn ze toch nog hartstikke leuk. Ik ga ze gelijk brengen. Mevrouw, waar kan ik u mee van dienst zijn? Ik ben op zoek naar ene Buis. Henry Buis. Dat treft, want er is niemand thuis in huis dan Buis. Oh. Dan bent u wel dé Henry Buis. Nou, als u bedoelt de ex-burgemeester, een mooie plaatsje Veren inderdaad. Hè? Nee, dat bedoel ik niet. Ik zoek de kunstschilder. Oh. Of is dat uw broer misschien? Nee, dat ben ik zelf, idem. Oh. Ook. Als zijn de kunstschilder. Ja, gaat u zitten. Oh, ja. Man, wat ben ik blij dat ik u in levende lijven mag aanschouwen. Oh ja, oh neem me niet kwaad, ik was even bezig met de aardappelen. Oh, nou dat doe ik toch wel even. Oh ja.
Wat bent u een kunstenaar? Hé, ja. Nou zeg, dank voor het compliment. U kent mijn werk. Nou, dat zou ik denken. Oh ja? Je wordt er helemaal gelukkig van als je ernaar kijkt. Ach, wat aardig nou zeg. Goh, wat leuk zeg. Maar hoe bent u eraan gekomen? Waar heeft u het gekocht? Ik bedoel, ach, natuurlijk. Op de bazaar van Millie. Nee hoor, ik heb ze gekregen. Ja. Ze? U heeft er meerdere? Dat zou ik denken, ja. Ik heb er 4. En nu kunnen wij het leven weer helemaal aan. En dat wilde ik u nou even persoonlijk komen zeggen. Ach, ja, wat aardig zeg. Maar hoe komt u aan dit adres dan? Oh, er zat een stickertje op de achterkant van een van de lijsten. Oh, ja, natuurlijk zijn we naar een tentoonstelling geweest. Mag ik u een onbescheiden vraag stellen? Jazeker. Ja? Op. Maar ik weet niet of u wel antwoord krijgt, hoor. Oh. Nee, natuurlijk. Nee, ik wou vragen, mag ik ze even zien hangen? De schilderijen bedoel ik, bij u thuis. Oh, jazeker. Ja? Ja, gaat u maar mee. Hier is het. Hier is het. Ah, U heeft ze in de stal gehangen. Ja. En Betsy is er helemaal van opgevrolijkt. Oh, ja. Moet je nou toch eens kijken hoe vrolijk ze uit haar ogen kijkt. Ja, nou zeg. En dat allemaal door uw schilderijen. Nou, het mag werkelijk een wonder eten. Ja, ik geloofde het nooit hoor, al die verhalen dat planten het veel beter doen als je muziekje voor ze draait of zo, hè? Nee. Nou, en dit zou ik ook niet geloofd hebben als ik het niet met mijn eigen ogen had gezien. Nou. Dat doet mij plezier. Ah, ben je? Ja. Waar zat je nou? Je zal het niet geloven, Willem. Jullie zullen het niet geloven. Wat? Nee, het gaat vooral jou aan, Piet. Mij? Ja, luister. Ik zit hier rustig op mijn gemak aardappelen te schillen. Ik krijg bezoek van een boer. Heb jij zout in de aardappelen? Ja, heb ik gedaan. Ja, stel maar verder, opa. Ja, ik zit hier rustig op mijn doorgemaak aardappelen te schillen. Ik krijg bezoek van een boerin. Wat voor boerin? Een boerin die mij zegt dat ze 4 schilderijen van mijn hand heeft. Goh, wat leuk. Ja. Ik ga met haar mee om te kijken hoe het hangt. Ja, ambiance. Wat denk je? Ik heb geen idee. In de varkensstal. Oh. Ja! Nee. Ja, en toen moest ik denken aan dat gesprek wat we hadden, discussie over het projecteren van gevoelens op dieren. Die boerin was absoluut totaal opgelucht, want haar varken was weer helemaal vrolijk. En dat kwam door mijn schilderijen. Hoe vind je dat nou? Is die geweldig? Ja, en daarom moest ik toen aan dat verhaal denken wat jij mij vertelde over een treurige boerin, hè, met een treurige zeu. Dat zijn toch niet één en dezelfde, hè, Piet? Jawel. Maar ik had geen idee dat ze in de varkensstal op zou hangen. Dat noem ik nou nog eens parelen voor de zwijnen. Ja! Ja, die hangen niet onder dat met boven. Jij moet wel doen.